Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen mensen. Welkom bij een nieuwe video van ING Olie Voetbal Wipeout Edition. Stil is. Okay. Je moet hier over de rode ballen heen zien te jumpen. En het leuke is dat het boven het water is. Dus mocht je vallen, ben je gewoon keihard op de zaak. Ik vind dat super leuk. Lekker droog. Nee, dus het leuke is, je moet dus proberen als team zijnde de overkant te halen terwijl je beschoten wordt. En mocht je geraakt worden, per bal komen er 3 seconden bij je eindtijd bij. En aan de hand daarvan kunnen we zien wie er gewonnen heeft. Of dat team R, team Ra is. Of team N, ze deden niet mee, maakt niet uit. Dus ik zou zeggen, veel plezier bij deze video. En laten we hopen dat deze mannen allemaal kopje onder gaan. Ja. Ik denk wat ik gevaarlijk vind, is wij weten niet of we het rustig aan kunnen doen en het kunnen halen. Ja, maar weet je wat ik heb? Ik wil dit best verliezen als ik droog ben. Maar ik denk dat juist, je kunt alleen maar droog blijven als je rent. Nee, dat weet ik niet. Als je het heel rustig doet, dan raak je het. Nee, maar de vorige keer toen wij hier waren, toen gingen wij rustig. En dan haal je het ook. Jij viel er wel vanaf. Ja, ik viel er vanaf. Jij brak nog bijna je nek. Ik brak mijn nek. Daarom kijk ik zo moeilijk. Oké, ja. Team R. 3, 2, 1. De tijd loopt door hoor. Nee! Lekker! Wat een meme zeg! Ga maar eruit. Hey, is het record nu derde bal en wij als wij vierde bal pakken, is dat goed? Nou, de vierde bal is aangeraakt. Milo, ja. Hun record is de derde bal opzitten, de vierde bal aanraken. Ja. Dus dat betekent dat wij alleen op de vierde bal hoeven te staan. Ja, precies. Ik zou zeggen in één keer binnenhard. Gewoon allebei volle poging. Laat ze kansen met die ballen. Ja. Dan kunnen ze daar niet eens mee oefenen. Dan zijn we er al van. Of 10 seconden hebben we gewonnen. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Dit is jullie moment om 2-2 te maken. Ja. Dus ik tel af. 3, 2, 1. Ja, lopen dan. Vol gas, hey. Kijk hier. Daar ben je scheidsrechter voor. Ja! 3 seconden. Ik heb geraakt. Ja. Als zij nou niet verder komen, winnen wij dit. Nou mannen, zoals jullie hebben mee kunnen maken, was dit de uiterste lust. En het wel leuk om te kijken, moet ik heel eerlijk zeggen, als scheidsrechter. Waarom doe jij dat niet? Nee, dat zou ik niet doen. Ja, maar ik toch een scheidsrechter ben. Nee, op zich, ik heb geen behoefte aan. Als ik jij alsnog gewoon een rode kaart. Hé, 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 hé. Ik heb zo'n goede. Ah! Opdonderen. Nou, jullie hebben dus ontzettend hard gefaald. Team M heeft gefaald. Ze hebben ook deze verloren, dat betekent dat team 3-1 hebben gewonnen. En aangezien Robby al de hele tijd zeurt, al wekenlang inmiddels, sinds de vierde week al, dat hij van het ding af wil, dat hij op dat ding wil springen, heb ik nu als scheidsrechter besloten dat hij dat toch maar doet. Dus dat gaan we nog, het is misschien even leuk om even te filmen, maar voor nu wil ik jullie bedanken. Ja, dat heb je per, want jij bent gewoon de grootste loser die er is. Dus bij deze doei. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie dit een leuke serie vonden. Even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren, druk dat belletje in. En druk sowieso even inderdaad dat duimpje omhoog voor Robby, want Robby gaat dadelijk vliegen. Wauw! Let's go Robby! Hey!
Ja, mooi, heel mooi. Als ik fluit, ga je roken, oké? 3, 2. Lekker zeg. Dit ook? Nee. Nee.